allemaal, superleuk dat jullie kijken weer een goed nieuwe vlog. Mitty's Vlogs. Ja, dames en heren, het is dus wel. We gaan vandaag weer een ontzettend mooie dag tegemoet. We gaan namelijk naar Duitsland. En wat we daar in Duitsland gaan doen, dat vertel ik jullie zo dadelijk. Nou ja, ik kan het ook wel nu zeggen. We gaan eigenlijk naar een Duits dierenpark toe. Ik weet niet precies hoe het heet, maar ik ben uitgenodigd om inderdaad naar een Duits dierenpark te gaan. Dus dat gaan we zo dadelijk doen. Maar voordat we dat gaan doen, ik had nog een leuk fragmentje. Zoals jullie weten, in de vorige vlog heb ik duidelijk gemaakt inderdaad wat we gingen doen. Het was super tof. Het was de Griegel Express inderdaad in, jawel, Apeldoorn. Het was echt mega vet. Ik ben mezelf ook echt wel een paar keer goed verrot geschrokken. Maar goed, ik heb er echt ontzettend van genoten. Als je vooral wil kijken, moet je zeker even doen. Aan het eind van deze vlog, dan krijg je nog een outro. En dan zie je de vlog van de vorige vlog in. Dan kun je hem gewoon even zien. Dus ik zou zeggen, zeker even doen, want het is echt een mega vette vlog geworden. Dus nogmaals, in deze vlog gaan we ook wat super leuks doen. Maar zoals jullie weten, Halloween is natuurlijk alweer een tijdje geweest. Maar ik moest laatst mijn zus bellen, of ik heb mijn zus gebeld en toen gebeurde er wat. En ja, ik kan me natuurlijk niet nou, dus ja, kijk maar eens. Ja, precies. Soms zoals dan kan ik me gewoon echt even niet inhouden. Dan gaat het helemaal vlokken, ga ik helemaal lekker dansen en zingen. En dan ik weet het, gewoon gek. Dus, maar dat is in ieder geval wat ik jullie even wil laten zien. Dan wil ik jullie nog even wat laten zien en dat is namelijk het volgende. En dat is hoe blij ik nog steeds ben met deze vette pompoenen. Het ziet er echt nice uit hoor. Ik denk dat ik hem straks aan het eind van deze dag nog wel een keertje ga aansteken allebei. Het ziet er wel echt wel tof uit. Heel mooi, ziet er wel nice uit hè. Ja. Ik denk dames en heren dat ik hem nog wel een keer aan ga steken straks. Aan het eind van deze vlog. Duitsland en dan maken we er gewoon weer een ontzettend leuke dag van. Doe maar een blauwduimpje omhoog. Dan gaan we gewoon weer ontzettend, ontzettend gelukkig genieten. Ik zou zeggen, let's go. Oh ja, dames en heren. En nog even snel. Ik ga nog steeds niet vertellen in deze vlog wat we inderdaad deden bij de maskerade, de kledingverhuur. Wat we daar precies gaan doen, of hebben gedaan, want ik heb het al wel gedaan. Wat we daar precies hebben gedaan, dat ga ik jullie nog niet vertellen. Want in de komende vlogs ga ik jullie even lekker geheim houden. Ga ik het even lekker voor jullie geheim houden wat we gaan doen. Het wordt namelijk een verrassing wat we gaan doen uiteindelijk. Waarvoor we dat nou waren bij die kledingverhuur. Dat gaan jullie allemaal zien in de volgende weken, in de komende weken ga ik jullie steeds meer tips geven over wat we... Ik heb op zich, volgens mij, als ik zo terugkijk, heb ik best wel veel tips gegeven al wat we gaan doen. Als jullie de afgelopen vlogs hebben gekeken, dan heb ik al wel op zich best veel tips gegeven. Maar goed, nogmaals, ik ga het nog niet verklappen wat we precies gaan doen. Wacht het maar gewoon af. Binnenkort ga ik het bekendmaken in de echte vlog. Dan gaan jullie het zien. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat worden. Jullie gaan het zien allemaal. Nogmaals, ik zou zeggen, let's go, op naar Duitsland. Nou, voor degene die het afvragen waar we precies zijn, in het tierpark in Noordhoorn. En Lisbeth? Ja, hè? Wordt nog wat, of niet? Ja, zeker. Ja, we zijn dus inderdaad in het dierenpark in Duitsland bij Tierhorn. We gaan vandaag met Lisbeth gezegd, ja, ik ben dus met mijn buren eventjes gezellig op zitten. En samen gewoon even lekker een dagje uit naar Duitsland inderdaad. En we gaan zien wat we allemaal gaan zien. Volgens mij de doodshoofdapen. Ik hoop wel dat de camera dan mee kan nemen, want ik weet niet of jullie het weten, maar een doodshoofdapen schijnt je camera of je spullen mee te nemen. Dus ik hoop wel dat, dat ik zoveel mogelijk voor je kan filmen. Tenminste, ik ga het gewoon proberen. We gaan het zien. Maar volgens mij moet dat toch komen. Maak er een mooie dag van. Of niet, Theo? Ja, we hebben zeker een mooie dag van mij. Is je weer lekker? Dat is heel komt heel goed. Kijk, mensen, dan komen we toch wel echt bij het mooiste, vind ik altijd. Fonteintje. Zou er nog vissen in zitten? Nee, denk ik niet. Dat is misschien een beetje te klein, te ondiep voor. Maar wel mooi zo aan het begin van het park.
Dus ik kom hier weer een prachtig uitzicht. Wauw. Het scheelt ook gewoon dat we echt mooi weer hebben. Het is gewoon 20 graden vandaag. En dat zo in oktober. Ongelooflijk. Echt lekker. Ik kan gewoon aaien. Wow. Oh. Schattig. Kom maar. Oh, opnieuw een grapje. Wat deed hij? Oh, wat een schatje. Nee, ik heb niks meer, jongen. Je bent al super mooi, dat wel. Ja, oh, koetje, koetje. Kom maar. Kom maar. Oh. Lekker hap. En nu? Nou, ben je niet interessant meer. Nu ben je niet interessant meer. Ja, die alpakai was wel leuk, hè, Lisbeth net? Jazeker, dat is heel leuk. Dat was wel geniaal, want ik wilde ze voeren. Op een gegeven moment, iemand anders wilde ze ook voeren. Ik liep van schrikken. Ja. Geniaal. Ja, ja. Ja, wel leuk hoor, mensen. Dat is van jou. En een mooi weer erbij. Hartstikke leuk zo. Gezellig pakje, gezellig dagje. Ik ging pakje dierentuin. Lekker op survival. De deurtjes even openen. Oefen. Serieus? Wil ik hem naar voren doen, moet ik hem achterhalen. Nee, ja? Ja. Ja, dan gaan we lekker spuiten weer. Volging 2. Hij zegt dat het lastig is, hè? Hij zegt dat het lastig is. Ja, je voelt de eerste keer er al vanaf. Zeker niet. Nou. Gaat. Nee, 2. Moeilijk hoor. Nou, kijk dan, dit is ook schattig. Kleine biggetjes. Serieus? Zet ik mijn camera aan, gaan ze nou net allemaal naar binnen rennen. Echt typisch hoor. En dit is ook heel charmant, jongen. Ga je nou met je kont naar de camera staan? Nou, je komt wel even gedag zeggen, hè? Ja, je komt wel even gedag zeggen. En dan hebben ze hier een herpje weer die ik bedoelde. Daar komen ze. Precies. De Pippi Langkousaap. Hallo meneer Nielson. Dat zie je er weer ontzettend mooi uit. Nou, ze hebben een mooi verblijfje zo hoor. Lekker met het water. Visjes. Nice. Nou mensen, gaan we weer hoor. Gaan we even eten geven. Kijk. Wat een poepie. Hallo. Dan oh, witte, jij moet ook wat. Die tassoe zou ik zeggen, mannen. Tassoe, of vrouwen. Hé, hey, je bent wel echt een beetje ondeugend, jij, hè? Jij wil graag dat dingetje hebben, ja, dat weet ik. Hier. Die wegen ook niks, hè? 3 kilo. Nee, jij mag niet. Ezel, jij niet. Je bent hartstikke leuk, maar je mag niet. Zo, mensen, ik heb het idee dat er een kleine kinderpartijtje op dit moment bezig is, want het zit helemaal vol bij dat speeltuin. Het is echt een soort van kinderboerderij, maar ook weer niet. Dat maakt ook zo'n grote dierentuin zoals dit ook alweer grappig, dat het gewoon alles is er, echt alles. Grote dieren, kleine dieren, het is gewoon voor iedereen wat wils eigenlijk. En dat maakt het wel echt wel super nice. Oké, mensen, gaan we voor de laatste. Je zit een beetje heel krom zo. Oh. Lekker. Nou, op. Zit erop, jongen. Je voer is op. Ja, ik heb niet meer. Het is op. Wat doe je nou gek? Ga je nou met je gezicht tussen het ding zitten? Ja, dat lukt niet, hè? Nee, ik heb niks meer. Ik heb niks meer. Je bent wel mooi, maar ik heb niks meer, jongen. Nee, het is op. En zo zie je maar ook, hè. Als je voer in je handen hebt, dan ben je hartstikke interessant voor je beesten. Maar zodra het voer op is, dan is ook helemaal klaar hoor, dan moeten ze hem niks meer van je weten. Maar het zijn wel leuke beesten hoor, dat is wel. Er zit er één boven. Ik heb een leuk mopje voor je. Waarom heeft een nijlpaard altijd seks onder water? Weet ik niet.
Probeer maar eens een kut van 7 kilo nat te krijgen. Vandaag eten we alles met een P. Vanavond de pannenkoeken en nu patatjes. Lekker hoor. En natuurlijk een colaatje erbij. Lekker man. Zo, vind je het mooi, Lisbeth? Ja, heel mooi. Beetje de geitjes aaien? Ja, de schapen. Ja, ze zijn hier al veel, hè? Ja. Hier heb je een wollige. Het zit er helemaal voor. Ik dacht, in ginds hebben jullie ook nog wat. Ah, hier zit er eentje. Het lijkt alsof deze zwanger zijn. Als je zo kijkt naar die, hallo, naar die buik, ze hebben een hele dikke buik. Ben je zwanger? Wel een mooie hoor. Ja, hier zo. Wel een schatje. Hier zo. Ja, ze heeft een hele dikke buik. Lijkt alsof ze zwanger is of zo. Ja, dat is het. Geen idee. Ik heb er geen verstand van. Dus als jullie weten wat ze heeft, laat het maar even weten. Volgens mij is ze zwanger. En dan kom bij de volgende, dat zijn de ezeltjes. Met zijn tongetje. Ja, maar ik ook een knapperd hoor. Ook een knapperd. Oh, hallo. Hallo. Lekker zacht. Oh, hij is echt zacht. Ja, je bent leuk jij. Je bent lekker zacht. Oh. Zou het een stelletje zijn samen? Oh, wel lief hoor. Je bent wel mooi. Ja. Mooi. Wow. Oké. Oké, wat we net hadden gezien was echt geniaal. Dat was namelijk een slang. Ik geloof het niet. Echt serieus een slang. Wat zagen we nog meer? Zo'n salamander, toch? Of iets van een kakkelak. Salamanders en nog meer. Maar het laatste weet ik niet meer wat het was. Maar wel geniaal. Nou, we kunnen wel zeggen dat het echt een oprecht mooi dierenpark is, hoor. Zeker weten. Nou, het park zit op dit moment op. We gaan nu nog eventjes lekker een pannenkoekje eten. Ja, zeker. Ja. En dan naar huis. Ja. Gewoon weer een gezellig dagje gehad. 20 graden. Echt uiterst genieten vandaag weer. Wat vind je ervan, Lisbeth, vandaag? Hartstikke leuk. Ja, een beetje een mooi parkje zo? Ja, zeker. Jij ook? Zeker, was hartstikke gezellig zo. Ja. Mooi park in Duitsland. Ja. Maar ja, dat heb je al vaker in Duitsland. Duitslandse dierenparken zijn gewoon ontzettend goedkoop. Dus dan is het gewoon leuk om naar Duitsland te gaan. Nee, goed. Toch? Ja. Ben je wel eens naar een Nederlands park geweest? Ja, ik vind Duitsland ook wel iets mooier. Ik denk ook wel qua bezoekersaantal en zo. Want ja, dat klopt. Ik ben ook wel eens naar Burgerzoo in Arnhem geweest en Blijdorp, maar Duitse parkje, dat overtreft me nog wel veel hoor. Dat is echt wel echt wel mooi. Ja, kijk mensen, leuk voor Halloween. Dit had hier van die leuke souvenirswinkeltjes, maar we hebben het natuurlijk niet meer nodig. Het ziet er wel leuk uit. Het was wel heel duur zo'n souvenirswinkeltje, maar inderdaad, wel was leuk geweest voor Halloween. Kijk eens aan, we zitten alweer aan de cola en wachten op een pannenkoek. Koek. Lekker man. Zo, daar is hij hoor. Kijk eens aan. Ziet er wel goed uit. Lekker. Een echte pannenkoek met spek en kaas. Oftewel een echte buurse zand. Lekker hoor. Lekker. Oh, maar kijk wat ze mooie vissen hebben hier. Hallo. Een zwarte. En er zit eentje verstopt hier, een dikke goudvis. Mooi hoor. Zo mensen, ik ben weer thuis. Ja, ik heb een fantastische dag gehad. En zoals ik jullie ook aan het begin van de vlog had gezegd, is het misschien wel even leuk om de pompoenen aan te steken. Dus ja, jullie weten misschien wel wat ik ga doen. Ik pak gewoon eventjes mijn... Goed. Bezig, Mitchell. Echt lekker bezig. Ik pak eventjes lekker mijn vlammenwerper. En dan gaan we deze mooie pompoen even aansteken. Zijn jullie klaar voor? Nou, daar gaan we hoor. Eens even kijken of hij het doet. Ja, kijk. Hartstikke goed. Wauw. Moet hem even goed zetten. Nou, kijk. Nice. Nou, was dat niet even leuk dat ik jullie toch eventjes een kaarsje kunnen geven. En waarom ik er één doe, is dat als ik alle drie ga doen, dan moet ik drie keer heen en weer lopen. Ja, dat is voor jullie misschien wel leuk voor de vlog, maar dan moet ik de hele tijd heen en weer lopen. Nee, grapje. Nee, een beetje eentje vond ik even leuk om de vlog een beetje mee af te sluiten. En ja, zoals jullie zien, ik zit inmiddels lekker op de wc. Ja, weet je, ik ben ook een mens, hoort er ook bij. Dus ik ga een keer iets heel charmants doen. Zeker weten. Ik ga deze vlog afsluiten op deze wc. Lekker charmant.
Nou, ik wil je ontzettend bedanken voor het kijken. Doe maar een blauw duimpje omhoog als je er een beetje van genoten hebt. Ik heb ontzettend van genoten om er weer een lekker ouderwets gezellig dagje van te maken in de dierentuin. En nu komen weer super leuke dingen aan, dames en heren. Er komen altijd leuke dingen aan. Maar in de volgende vlog gaan we gewoon weer leuke dingen doen. Dus ik zeg, vergeet zeker weten nogmaals een blauw duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal. Hier ben je niet gegaan. Check jullie bij de volgende vlog om 5 uur op mijn kanaal. Mintje Vlogs. Ja, en natuurlijk zeg je altijd. En ook vandaag. Peace out! We'll be right back.